Tim uit Middelburg blijkt te zijn vermoord om een schuld van 50 euro. En de plannen om hem te doden waren er al 2 maanden. 17 keer met een mes gestoken. En vervolgens levensgevaarlijk gewond alleen achtergelaten. Tim heeft hierbij doodsangst uitgestaan en het uitgeschreeuwd van de pijn. En verder in deze uitzending. Middelburg stampt huizen uit de grond. En wat doet Turkse kat in Terneuzen? Goedenavond. De rechtbank heeft de 2 minderjarige broers die de 15-jarige Tim vermoorden veroordeeld tot 1 en 2 jaar cel. Ze hebben ook allebei TBS gekregen. Tijdens de uitspraak werd duidelijk dat de jongste broer al 2 maanden met plannen liep om Tim te doden. Er was ruzie over een schuld van 50 euro die Tim maar niet betaalde. Bij de rechtbank in Middelburg is Mercy Kamermans. Mercy, allereerst, waarom horen we nu wel deze details en eerder niet? Nou, de zittingen waarbij de zaak echt werd behandeld, die waren besloten. Dat is altijd zo bij minderjarige verdachten. Maar de uitspraak, die was openbaar. Dat is ook bij minderjarigen het geval. Dus daardoor kregen we dit keer iets meer mee van wat er nou gebeurd is. En dus bijvoorbeeld over die schuld die Tim had uitstaan bij de oudste van de verdachten van 50 euro. En toen de jongste, dus zijn broertje, daarvan hoorde, heeft hij het plan opgevat: Tim moet dood. En zo zijn die voorbereidingen van tevoren al begonnen. Ja, en wat is er nog meer duidelijk geworden vandaag? Ja, ze hebben alles samen uiteindelijk bedacht. Maar het is wel de jongste die Tim heeft doodgestoken. Maar voor de rechtbank maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Die zegt, ja, de broers zijn eigenlijk even schuldig. Want ze hebben het samen gedaan en hadden het niet onafhankelijk van elkaar kunnen doen. De beide verdachten waren vandaag ook aanwezig bij de uitspraak. Ze leken vrij onbewogen, ook op het moment dat de rechtbank echt zich persoonlijk tot hen richtte. Tim, die dacht dat hij met zijn vriend had afgesproken om te chillen, is 17 keer met een mes gestoken en vervolgens levensgevaarlijk gewond alleen achtergelaten. Tim heeft hierbij doodsangst uitgestaan en het uitgeschreeuwd van de pijn. Tim en de artsen hebben gevochten voor zijn leven, maar dit mocht niet meer baten. Door toedoen van jullie heeft Tim enorme pijn en angst geleden en is hem een toekomst ontnomen. De nabestaanden van Tim moeten leven met de wetenschap op welke gruwelijke wijze Tim om het leven is gebracht en wat hij in zijn laatste bewuste momenten heeft moeten meemaken. Jullie beiden hebben aan de nabestaanden deze immense pijn en dit onherstelbare verdriet toegebracht. Hun levens zijn overhoop gegooid en het zal voor hen nooit meer worden zoals voorheen. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar cel geëist tegen de oudste. Dat zou volgens het volwassenenstrafrecht zijn. Hij is inderdaad volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld. Maar niet tot 12, maar tot 2 jaar cel. Heb jij van de familie van Tim gehoord wat zij van die uitspraak vinden? Nou, nabestaanden van Tim waren echt massaal aanwezig vandaag bij de uitspraak. Zowel in de zaal zelf als nog in een extra zaaltje waar ze mee konden kijken op een beeldscherm. Ja, ik heb niet de familie zelf gesproken, maar het was wel te merken, ook in de rechtszaal, dat er natuurlijk wel enige teleurstelling was over het feit, ja, dat er geen 12 jaar cel, maar 2 jaar cel voor de oudste, ja, werd gestraft. Dus ja, dat was wel een beetje een domper voor de familie. Ja, en waarom is dat zo? Waarom is die straf zoveel lager? Ja, de rechtbank vindt het heel belangrijk, omdat de verdachten allebei nog vrij jong zijn, dat ze zo snel mogelijk behandeld moeten worden. Ik heb dat ook aan de persrechter voorgelegd. De jongste veroordeelde broer was 15 op het moment dat het gebeurde. En 15-jarigen kunnen maximaal 1 jaar jeugddetentie krijgen. En in dit geval dus ook de pijmaatregel, dat is jeugd-TBS. En de oudste broer, die was ten tijde van plegen van het feit 16. En de rechtbank heeft gezegd, het is wel heel nodig dat hij een TBS-maatregel krijgt opgelegd. En bij een TBS-maatregel kunnen er meer therapieën worden ingezet. En in dit geval hebben de deskundigen gezegd dat een bepaalde therapie heel nuttig zou zijn. En dat kan eigenlijk alleen maar in een TBS-kliniek voor volwassenen. Dus wat dat betreft zoeken ze aansluiting bij het volwassenenstrafrecht. Maar qua hoogte van de straf wordt wel nadrukkelijk aansluiting gezocht bij wat er normaal gesproken bij 16- en 17-jarigen kan worden opgelegd. En dat is maximaal 2 jaar. Ja, Mercy, is al duidelijk of het OM zich bij deze straffen neerlegt?
Nee, dat is nog niet duidelijk. Zowel het OM als de verdachte hebben 2 weken om in hoog beroep te gaan. Dat wachten we af, dankjewel. Middelburg gaat 52 woningen neerzetten voor mensen die met spoed een huis zoeken. Het zijn dezelfde woonunits die jarenlang het AZC in Goes vormden. Ze komen te staan langs de Stromenweg tussen de moskee en het Leger des Heilsgebouw. Ongeveer de helft is voor statushouders bedoeld. Dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. En de andere helft is voor mensen die om een andere reden snel huisvesting nodig hebben. Zoals gescheiden ouders met kinderen. Voor de zomer moeten de tijdelijke woningen er staan. Deze muurschildering in Vlissingen is genomineerd voor de Nationale Schildersvakprijs. De maker is Barre Verkerken uit Sierarenskerken. Hij noemt de nominatie fantastisch en een grote eer. Voor de muurschildering van 10 bij 12 meter heeft hij zo'n beetje alle schildertechnieken gebruikt die er zijn. De schildering staat op een wooncomplex van Lescaut. Over 2 weken wordt de winnaar bekendgemaakt. Bemanning van een vrachtschip in Terneuzen keek vreemd op. In het ruim van hun schip, net aangekomen uit Turkije, vonden ze een kat. Ruim 2 weken heeft hij zonder eten en nauwelijks zuurstof in het ruim. Zo gauw als die luiken dichtgaan, dan zit je in een zuurstofarm ruim. En wat zat er in het ruim? Grondstoffen. Het dier is naar het asiel in Terneuzen gebracht. Daar wordt hij gechipt en op een speciale website gezet. Maar de kans dat dit een eigenaar in Turkije oplevert is klein, denkt het asiel. De kat heeft al wel een naam gekregen. Hendrik heet hij. En waarom Hendrik? Dat is mijn tweede naam. Tian de Vries uit Borselen maakt razendsnel naam als kickbokser. Dat doet hij onder leiding van voormalig wereldkampioen kickboksen Luc Verheijen. Wat begon als therapie is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot titeldroom voor de Vries. Ik ben Tian de Vries, kickbokser, 21 jaar oud. Ik kom uit Borselen en ik ga wereldkampioen worden. They gonna let me for my ambition. Dat is dan duidelijk. Tian de Vries kent geen enkele twijfel. Het vertrouwen is groot bij het talent dat razendsnel namaakt in het kickboksen. 8 partijen vocht de Vries tot nu toe. 7 daarvan werden spectaculair gewonnen op knockout. Het is een killer is het. Ik heb nog niet zo'n talent tegenkomen als hem. Was getekend Luc Verheijen. De oud-wereldkampioen uit Waterland Kerkje wist niet wat hij meemaakte toen hij voor het eerst met de Vries in de ring stond. Verheijen nam de Vries onder zijn hoede en nu willen ze samen naar de top. Je moet altijd hoog inzetten om iets te bereiken, denk ik. En dat had ik zelf ook. Als ik zelf een week voor het Nederlands kampioenschap zat, dan keek ik al wie dat er Europees kampioen was. En zat ik een week voor een Europees titelvecht, keek ik aan wie dat er wereldkampioen was. Je moet altijd wel verder denken, zeg maar. Ik denk dat ik heel veel geluk heb dat ik Luc heb ontmoet. We klikken supergoed. We hebben een beetje hetzelfde karakter, dus Luc kan mij ook sturen. Zit tussen je oren, mentaal is hij ook heel goed in elkaar. Dus het is niet alleen motoriek, maar mentaal is hij ook sterk. Hij is ook niet zenuwachtig of geen angst voor een wedstrijd. We gaan ook 1 keer per week naar Hammers Gym. Dan staat hij me allemaal aanklassers vol gas te beuken, zeg maar. Ik denk dat ik meer tijd met hem doorbreng dan hij met zijn gezin. Weet je wel, het is gewoon echt... En dat heb je ook nodig, zo'n goede band, als je ver wilt komen, denk ik. Dat de band tussen de twee zo hecht is, is geen toeval. Net als zijn trainer vond ook de Vries zijn geluk in het kickboksen dat echt een uitlaatklep is voor hem. Ik heb een behoorlijke heftige puberteit gehad. En veel agressie, veel stomme dingen gedaan. En toen heb ik met mijn therapeut erover gehad van... Jij moet iets hebben waar je je energie in kwijt kan. Waar je gewoon lekker kan knallen, weet je wel. En toen ben ik gaan kickboksen. Ik was ook geen lievertje. En maar door het kickboksen ben ik wel helemaal rustig geworden. En dat zei hij nu ook, zeg maar. Dat heeft me echt wel op een ander level gebracht. Ik denk dat die periode me sowieso hard heeft gemaakt. En ook heeft laten beseffen dat ik niet meer naar beneden wil, maar alleen maar naar boven, zeg maar. Ik denk dat Tian het kickboksen niet zo hebben dat aan een andere Tian zouden zien. Deze Tian is hoe dan ook erg ambitieus. De kickbokser uit Borselen heeft een meerjarige aanbieding van Infusion op zak. Het plan is om daar ervaring op te doen met in het hoofd alweer de volgende stap. Ik wil nu eigenlijk Glory kampioen worden, dat is het eerste doel. Maar dat is nog niet het einddoel. En dan wil ik overstappen naar UFC. En dan wil ik daar de belt veroveren.
De dag begon vrij goed. Een beetje zonnig, niet helemaal. Maar 's middags kwam er regen. Het werd vandaag 12 graden. Ook vanavond blijft het regenen, maar morgen is het weer droog. Althans, op de meeste plekken. Vooral aan zee is kans op een bui. En dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.